Denk jij dat je veel weet van paardenwelzijn? Dat gaan we testen in de grote Hoefwijzer paardenwelzijnsquiz. Die ik heb gehouden op Kahoot live met mijn clubleden. Maar je kan nu achteraf nog steeds meedoen, dus laten we gauw beginnen. A Kahoot bij Hoefwijzer, yes! De grote paardenwelzijnsquiz. Wat zijn de drie basisbehoeften van een paard? Ja, je kan er dus drie aanklikken. Doe dat dan ook zeker. Ik weet verder niet hoe dat gaat met de puntentelling. Als je er eentje vergeet of zo, denk er een beetje over na. Jullie hebben ook meer tijd dan normaal. Oh, niet iedereen heeft ingevuld. Oké, het zijn dus vrijheid, ruwvoer en vrienden. De Forge Freedom Friends. Ik moest even om nadenken. Krachtvoeden is dus niet nodig voor een paard, want dat is niet zo'n basisbehoefte. Rennen, dat valt ja, een beetje onder bewegingsvrijheid. Spelen valt er eigenlijk ook een beetje onder. Er waren gewoon een beetje instinkertjes. Dus ik hoop dat jullie dat oké vinden. Oeh, Lisa staat bovenaan. En dan Marieke en dan Elske. Oeh, oké. Waarom staat een paard graag met andere paarden? En meerdere antwoorden zijn goed. Om elkaar te kunnen groomen. Om zich veilig te voelen. Om te kunnen spelen. Of om vrienden te maken. Ik heb ook best wel veel moeilijke vragen erbij, omdat je dan niet weet hoeveel er goed zijn. Maar dat is om jullie goed te testen. Ja, eigenlijk is het gewoon dat alle antwoorden goed zijn. Is er iets veranderd? Oh, Marieke, ja, Nienke, ja, die doen het wel goed. Wat zijn de risico's van een paard dat zich verveelt? Meerdere antwoorden goed. Ze krijgen een stalondeugd. Ze gaan veel zand of stro eten. Ze gaan heen en weer lopen of rennen. Of ze gaan zichzelf mentaal afsluiten. Ja, welke zijn er goed? Eigenlijk zijn ze ook weer allemaal goed. Ze kunnen stalondeugd krijgen. Ze kunnen nou, ook zand of stro gaan eten uit verveling. Ze kunnen heen en weer gaan lopen. Of ze kunnen zich mentaal afsluiten. Dan vervelen ze zich zo erg dat ze gewoon er niet meer echt helemaal zijn. Nienke, ja! Ik dacht dat Nienke het goed zou doen, maar er kan nog alles veranderen, want het was pas de derde vraag. Wat is meestal geen stalondeugd? Weven, kribben bijten, flamen of heen en weer lopen? Hier is maar eentje goed. Ja, de meesten hebben het goed. Flamen is meestal geen stalondeugd. Als je stalondeugd opzoekt, dan staat er dat een stalondeugd is een gedrag wat een paard meerdere keren laat zien omdat ze zich bijvoorbeeld vervelen of ja, omdat de leefomstandigheden niet ideaal zijn. Oké. De vijfde vraag. En er zijn meerdere antwoorden goed. Hoe krijgen paarden een stalondeugd? Van een ander paard. Het is aanstekelijk. Door verveling. Door slecht of weinig voer of door stress? Ik ben benieuwd. Oh, wel heel goed. Ja, dit is ook een beetje een instinker. Want voorheen hebben we heel veel vragen gehad waarbij dan alles goed was. En bij deze is het dus eentje niet goed. En dat is van een ander paard. Het is aanstekelijk. En dat wordt wel eens gezegd. Dat is een fabeltje. Vaak heb je wel dat als paarden een stalondeugd hebben, dat andere paarden op stal dat ook hebben. Maar dat is niet omdat ze het van elkaar aansteken, ja, krijgen, zeg maar. Maar het is meer omdat de leefomstandigheden van al die paarden gewoon dan niet zo goed zijn. Dus ja, dan één staat zich te vervelen of krijgt slecht of weinig ruw voor of we hebben stress. Ja, en dan, omdat de leefomstandigheden niet goed zijn, kan het zijn dat de rest van de paarden het ook krijgen. Ja, Nienke staat er bovenaan, maar Marieke doet het ook echt goed. Hoeveel kilo hooi eet een gemiddeld paard per dag? Ja, is dat 1 tot 2 kilo, 3 tot 5 kilo, 6 tot 9 kilo, 9 tot 15 kilo, 16 tot 20 kilo of 21 tot 30 kilo? En je moet wel even denken aan gemiddeld paard. Dus niet, ja, kijk, je Shetlanders eten meestal minder, trekpaard eet meestal meer. Even wat eet een gemiddeld paard vaak? Het heeft ook nog met droog stofgehalte in het hooi te maken en zo. Maar dan even makkelijk denken. De meesten hebben het wel goed. Het is 9 tot 15 kilo. Dus ja, bij ons heb je ook wel eens dat paarden echt wel meer eten. Maar dat is dan vaak ook als het wat kouder is en zo. Of als ze gewoon meer energie nodig hebben. Ook als ze moeten verharen. Noem maar op. En Flora zegt, ik heb het op internet opgezocht. Daar staat tussen de 7 en 10 kilo. En Nienke zegt, dat is echt te weinig. Ja. En dat is ook wel een dingetje. Je hebt gewoon ook dat heel veel mensen niet genoeg hooi voeren. Of dat het droogstofgehalte al heel anders is. Of
Ja, maar als je een paard zelf laat kiezen hoeveel die eet, dan zal het vaak wel tussen 9 en 15 kilo zijn. Jullie vraagt, wie heeft die 1 tot 2 kilo? Dat weten we niet, dat maakt er niet voor uit. Fouten zijn er om te maken en we hopen maar dat mijn quiz ook een beetje klopt. Scorebord Nienke staat nog steeds wel bovenaan. Hoeveel uur per dag eten semi, dus half, wilde paarden? 2 uur, 6 uur, 10 uur, 16 uur, 20 uur of 24 uur. Dus als een paard buiten in een natuurgebied loopt, alle ruimte, genoeg eten, hoe lang zou die dan per uur, per dag, per uur, zeg maar... Oh, ik kom lekker niet aan mijn woorden, zeg. Hé, hey, we zijn al klaar. Oh jee, dat is snel gegaan. Maar jullie snappen mijn vraag hopelijk. Het antwoord is inderdaad 16 uur. Ja, echt heel veel. Het grootste gedeelte van de dag eet een paard eigenlijk. Daar is hun hele systeem ook op gemaakt. Ja, en het is trouwens ook hoe sneller je reageert, hoe meer punten je krijgt, hè? Welk type hooi kan je een paard het beste laten eten? Voordroog, kuil, verpakt hooi of onverpakt hooi? Hier zijn de meningen wel over verdeeld. Maar als je kijkt echt naar studies en zo, dan komt er wel een bepaald soort uit. En dat is onverpakt hooi. Woe! En ik ga dit uitleggen en Nienke moet me even aanvullen als het niet klopt. Maar eigenlijk zijn al die andere soorten, heeft een soort van fermentatie plaatsgevonden. Omdat het dan verpakt is en door die verpakking komt er een soort van broeiing, een fermentatie. En dat is dus niet waar paarden voor gemaakt zijn. Dat komen ze niet tegen in de natuur. Dat is niet waar hun darmflora op gemaakt is. En kan je beter onverpakt hooi geven, wat dus nooit verpakt is geweest. Waar niet die fermentatie heeft plaatsgevonden als het goed is. En dat ja, is gewoon gedroogd oud gras. En dat past wel in hun dieet. Heb ik het goed uitgelegd, Nienke? Ja hoor, alleen het is vooral ook voordroog wordt heel zuur door melkzuurbacteriën. En de darmen kunnen niet goed tegen die hoge zuurtegraad. En waarom Nienke zoveel weet is omdat zij ook daarvoor geleerd heeft. Zij weet heel veel over voeding bij paarden. Welke drie bloemen zijn giftig voor paarden? Dus kies er 3, maar jullie krijgen 6 opties. De paardenbloem, boterbloemen, Jacobs kruiskruid, goudsbloem, madeliefjes en gouden regen. Ik zit wel echt jullie paardenkennis te testen. En als je een eigen paard hebt, is het toch wel goed om dit soort dingen te weten. Dus heb je hem nog niet? Leer van de vragen die worden gesteld. Het is dus een boterbloem, Jacobs kruiskruid, die zag je ook op de foto, en gouden regen. Die 3 zijn echt giftig voor paarden. Goudsbloem kan je prima voeren, paardenbloem ook wel, madeliefjes ja, ook allemaal prima als dat in je weiland staat. Dus, maar ja, volgens mij, de meesten hebben het wel de goede gekozen. Welke 3 bomen zijn giftig voor paarden? Het is een beetje dezelfde vraag, alleen dan met bomen. Eikenboom, wilg, de berk, esdoorn, de beuk of de populier. Kies er dus 3 van de 6. Jullie zegt, het is lastig. Ja, er komen nog zoveel moeilijke vragen aan. Vind ik zo leuk. Ja, dat klopt. De eikenboom is giftig en vooral ook de eikeltjes. De esdoorn, ook zeker giftig. En dan zeker die zaailingen die dan uit die zaadjes komen. En ook de beuk. En de meesten hebben het wel goed eigenlijk. En populier kan een paard prima eten. Wij hebben zelf ook populier bij ons stal staan. Blaadjes, takken kunnen ze prima eten. Wilg ook. Nou, de meesten dachten dat ook niet. Berken kan ook prima. Ja, Mere die komt omhoog. Wat leuk. Wat leuk, wat leuk. Mere is de verzorgster van Noora. Dus dat is superleuk. Wat is fructaan? Ja, het is een stof dat hoefbevangenheid kan veroorzaken. Het is een stof die de paarden een lekker gevoel geven. Het is een ingrediënt dat vaak in paardenvoer zit. Het is een ingrediënt dat goed is om als supplement te geven. Hé, hey, de meesten hebben het goed. Ja, het is een stof dat hoefbevangenheid kan veroorzaken. Een suiker, zegt Nienke als aanvulling. Volgende vraag. Waar zit het meeste fructaan in het gras? Oh, wanneer? Sorry, ik lees het mezelf verkeerd. Want het zit in gras, maar wanneer zit het meeste fructaan, dus dat suiker, in het gras? Bij zomersweer, bij koude nachten en zonnige dagen, bij veel regen of bij warme nachten en donkere dagen? Ja, heel goed! Meestal hebben we het goed! Bij koude nachten en zonnige dagen, echt als het echt heel koud is geweest en dan komt dan de zon erop. Ja, heb je dus dat heel veel fructaan in het gras zit en ja, dan heb je dus een grotere kans op hoefbevangenheid of dat gewoon, ja, dat al die suikers gewoon niet goed voor je paard. Oh ja, Nienke heeft nog even de aanvulling, even hoor ik hier in mijn oortje. Suiker wordt niet opgebruikt omdat gras niet kan groeien onder de 5 graden. Dank u wel dat werd even doorgegeven. Wat is hoefbevangenheid? Een paard met te lange hoeven. Een ontsteking in de hoef door een stofwisselingsstoornis. Een ontsteking in de hoef door een ongezonde straal.
een ontsteking in de hoef doordat er geen ijzers zijn geplaatst. Oh, nog best veel mensen dachten een ontsteking in de hoef door een ongezonde straal. Maar nee, dat is rotstraal eigenlijk. Hoefbevangenheid is iets heel, wel een beetje vaags, want heel veel mensen denken dat alleen iets in de hoef is. Want je hebt dan dat iets in de hoef verplaatst. Daar zeg ik nou nog even niet te veel over, want er komt daar zo meteen een vraag over. Maar er verplaatst iets en mensen denken dat dat het probleem is. Maar eigenlijk is dat een soort van symptoom of oorzaak van allemaal andere dingen in het lichaam, waaronder vaak ook een stofwisselingsstoornis. Ja, ik hoor het ook wel eens dat mensen of hoefsmeden zeggen, ja, als je paard hoef vervangen is, had je er maar ijzers onder moeten zetten. Maar dat is niet de oplossing. Vaak is het ook meer op voeding gericht en op het management dan echt op die hoeven. Terwijl hoeven moet goed bekapt worden. Maar hoe herken je een paard met hoefbevangenheid? Dat is wel belangrijk om te weten. Een paard loopt, oh, ik heb EMT, ben ik vergeten, van het ene op het andere moment kreupel. De hoeven zijn ijskoud. Het paard staat vaak heel raar. Het paard staat te trippelen op zijn hoeven. Oh, nee. Veel mensen denken het paard loopt van het een op het andere moment kreupel. Nou, dat is vaak bij een hoefsfeer. Vaak is het dat een paard heel raar staat. Dus dan bijvoorbeeld als ze in een voorste hoeven hoefbevangen zijn, dan gaan ze helemaal naar achteren leunen om die voorste hoeven te ontlasten. Nou, Julia die komt wel omhoog. En ik hoop dat iedereen dat kijkt op YouTube ook goed meedoet. Wat zijn maagsferen? Ook belangrijk om te weten als je een eigen paard hebt of wil hebben. Een prop van eten die naar de maag gaat. Zuur dat uit de maag omhoog komt. Een te volle maag. Of een beschadiging in de maagwand. Ik heb het hier ook best wel eens over gehad in mijn video's, denk ik. Maar of tijdens de hoefwijzerdagen. Ja, de meeste mensen hebben het wel goed. Het is niet echt zuur dat uit de maag omhoog komt. Dat heb ik zelf wel eens. Dat is gewoon brandend maagzuur. Maar het is eigenlijk een wond in de maag, want het is ontzettend veel pijn. Dus dat heb je liever niet. Maar helaas hebben echt heel veel paarden maagzweren. Zo, die Nienke, jij krijgt gewoon een vuurtje bij jou. Of bij jouw poppetje, bij jouw naam. Oh, we gaan weer door. Na hoeveel uur kan een paard al maagzweren krijgen door een lege maag? Na 1 uur, na 4 uur, na 8 uur, na 16 uur. Het is namelijk zo dat in het speeksel van een paard zit iets wat dat maagzuur een beetje kan dimmen. Want er zit altijd maagzuur in de maag van een paard, wat niet bij mensen is. Wij maken het alleen aan als we eten. Zij hebben het altijd, want zij zijn gemaakt, om die 16 uur per dag te eten. Nou, na 4 uur, heel goed. Ja, echt al heel snel kunnen paarden daar dus last van krijgen. Het is niet meteen, ja, niet per se altijd meteen, maar het is wel bekend dat eigenlijk wil je liever niet dat een paard langer dan 4 uur zonder ruwvoer staat. Dus bijvoorbeeld hooi, takken, kruiden. Wat is een andere oorzaak voor maagsferen? Want niet alleen ja, door eten of niet eten eigenlijk kan een paard een maagsfeer krijgen. Is het door een te volle maag of te veel stijgeren, te veel stress of te lang op gras staan? Ah ja, genoeg mensen hebben het goed. Het is door te veel stress. Ik had dus een plaatje van het renpaard erbij gedaan. Want helaas hebben heel veel paarden in de rensport last van maagsferen. Maar sowieso in de meeste sporten wel. En ook op heel veel manesjes. Of gewoon heel veel paarden. Gewoon, maakt niet uit. Heel veel paarden in Nederland en België hebben last van maagsferen. En dat komt dus ook voornamelijk door stress. Ja, wie gaat er nou eindelijk even Nienke een keer inhalen? Wat zijn 3 kenmerken van een paard met maagsferen? Dus je krijgt 6 opties weer. Maar welke 3 zeggen van, oeh, dat paard heeft misschien wel last van maagsferen. Want dat is belangrijk om te kunnen herkennen. Komt het door boosheid bij aansingelen, gapen, een olieachtige vacht, minder eetlust, veel energie of door met het hoofd te weven? Ja, het is inderdaad boosheid bij aansingelen. Dat is een heel goed kenmerk. Of als je bij de buik een singelplek aanraakt, dan kan je vaak wel ja, merken als je paard heel gevoelig op is, kan het zijn dat hij een maagsfeer heeft. Gapen ook. Gapen ook is niet alleen omdat ze moe zijn of uit ontspanning, maar ook kan ook zeker uit pijn zijn. En minder eetlust, want ja, je moet je voorstellen, je hebt zoveel last van je buik. Terwijl eigenlijk wel goed eten is wel belangrijk als je maagsfeer hebt. Psst. Hey jij daar, vind je het tot nu toe leuk deze quiz? En wil je de volgende keer bij zijn? Nou dat kan, vanaf €5 per maand kan je lid worden van de Hoefwijzerclub.
En in het voorjaar op 30 juni gaan we de grote fanclubdag houden. En als jij dan het hoogste abonnement hebt van de Hoefwijzer Club, dat is 80 euro per jaar, mag je gratis naar de Hoefwijzer fanclubdag komen. En dan mag je dus naar mijn stal komen, ontmoet je mij, krijg je shows, zijn er kraampjes, de rondleiding, noem maar op. Heb je daar niet zo zin in, wil je gewoon wel bij de volgende Kahoot quiz zijn? Dat kan dus vanaf 5 euro per maand. Dat is net zoveel als een zakje paardensnoepjes. En word lid van de Hoefwijzer Club en krijg nog heel veel andere leuke extra's elke week. Dus we gaan weer door met de rest van de vragen. Hoeveel uur per dag moet een paard beschikking hebben over water? Want ja, ze moeten niet alleen eten natuurlijk, ze moeten ook nog water kunnen drinken. Moet ze 4 uur lang wel een keertje water hebben? 8 uur lang? 12 uur lang? Of het liefst gewoon altijd? Misschien maar 1 uur. Yay, de meeste. Bijna iedereen heeft goed. Het liefst altijd. Kijk, en natuurlijk ga je ook een keertje trainen of wandelen of even poetsen, zullen ze niet altijd water hebben. Maar ja, je hebt wel het liefst dat ze meestal even, ja, of bijna altijd kunnen drinken. Die was makkelijk, wordt er al gezegd in de chat. Ja. Hoeveel liter water drinkt een paard gemiddeld? 2 liter, 10 liter, 30 liter of 80 liter? Dit is gemiddeld, hè. Op een gemiddelde dag, want natuurlijk op een zomerdag kunnen ze nog veel meer drinken. Oh, nou, ook wel het meeste hebben het goed, maar ook wel veel dachten 10 liter. Nou, ze kunnen echt makkelijk 30 liter drinken, hoor. En zeker op warme dagen kunnen ze nog meer drinken, want dan weten ze ook natuurlijk meer. Dus ja, moet je goed opletten dat je paard goed drinkt. Nou, er wordt hier wat veranderd. Heel goed, heel goed. Hoeveel kilometer lopen wilde paarden per dag? 2 kilometer, 5 kilometer, 15 kilometer of 30 kilometer? Want ja, ze moeten wel een beetje van de ene naar de andere plek gaan om dan die 16 uur te kunnen eten. Ze kunnen dan niet op één plek blijven staan. Maar hoeveel lopen ze? Ja, ze kunnen makkelijk 30 kilometer per dag lopen. Het is misschien niet zeg maar dat het echt precies 30 kilometer is, maar het is eerder 30 kilometer dan 15 kilometer. Bij ons op de Paddock Paradise lopen ze in ieder geval met gemak 13 kilometer op een dag. En dan hebben ze natuurlijk een heel erg luxe systeem. Ze hoeven niet heel ver te lopen om bij eten of water te komen. Wat zijn 3 voordelen van vrij beweging? Want we hadden het allemaal over buiten zijn. En hoeveel uur beweegt een paard op een dag? Wat zijn 3 voordelen? Nou, stalbenen, een goed werkend hoefmechanisme, minder kans op blessures, meer bespiering, stalondeugden of een paard heeft meer energie. Eigenlijk hebben jullie het ook wel goed. Ja, stalbenen natuurlijk niet, want stalbenen is eigenlijk een ophoping van, ja, het lymfesysteem volgt in het lichaam doordat ze te weinig bewegen, wat vaak in een stal is. Nou, een goed werkend hoefmechanisme is goed, minder kans op blessures, terwijl heel veel mensen denken, ja, dan krijgen ze juist meer blessures van, maar eigenlijk klopt dat niet. Kijk, als je een paard natuurlijk maar een uurtje per dag buiten zet en hij gaat als een bom ontploffen omdat hij de hele dag zich heeft moeten frustreren en zich in heeft moeten houden, ja, dan is het gevaarlijk. Maar als ze gewoon heel veel buiten staan, dan hebben ze dat explosieve niet meer. Ze krijgen er meer bespiering van, omdat ze meer bewegen. Stalondeugden natuurlijk niet, daar hebben we het net ook over gehad. En een paard heeft meer energie. Nou, ja, ik dacht zelfs, ja, ze zitten wel lekker in hun vel. Ja, ze kunnen wel ook hun energie kwijt. Ik dacht zelf, nee, maar dat hebben jullie ook goed. Zo, we gaan lekker door. Wat is het hoefmechanisme? En ik wil het net al bijna verklappen. De pompende werking van de hoeven. De binnen- en buitenkant van de hoef. De zenuwen in de hoef of de hoef die groeit, dus dat systeem daarvan. Ja, de meesten hebben het goed. Het is dus de pompende werking van de hoeven. Het hoefmechanisme is eigenlijk dat de hoeven, die zijn niet hard als een stuk steen. Dat kan bewegen. Elke keer als ze neerkomen, dan zetten die hoeven een beetje uit. En als ze optrekken, trekken ze een beetje in. En dat geeft een pompend effect. En ze zeggen ook wel eens dat een paard niet 1 hart heeft, maar 5 harten. En dat komt dus door de hoeven. Maar dit werkt alleen goed als ze geen hoefijzer hebben. Ik zeg er maar gewoon even bij. Grootste tip voor menegekinderen, volg Fenna! Ja, maar ik heb het niet altijd goed, hè. Ik zeg ook wel eens dingen die niet kloppen. Maar tot nu toe gaat het wel goed, toch, qua informatie? Oh, maar niet iedereen zal het ook met me eens zijn. Hoe vaak moet een paard gemiddeld bekapt worden? En kijk, een paard wat problemen heeft, moet eerder gedaan worden. Maar moet dat iedere week? 6 weken of korter? Iedere 9 weken? 12 weken of langer kan ook wel prima zijn. Jee, de meeste mensen hebben het goed. Sommigen denken ook nog wel 9 weken. En dat snap ik, want dat wordt ook wel hier en daar gezegd. En 2 hebben gestemd voor 12 weken of langer.
Ik moet ook bekennen, ik heb mijn paarden ook wel eens zo lang laten wachten. Maar eigenlijk heb je het liefst dat ze zo snel mogelijk worden gedaan. Alleen is iedere week, soms of bij de meeste gevallen te snel. Maar bij gezonde hoeven is 6, 5 weken, kan prima. Er is niet veel veranderd. We gaan dus door. Welke hoef heeft duidelijk rotstraal? Deze heeft foto's en ik hoop dat jullie die foto's kunnen zien. Maar ik wilde even iets anders proberen. Is het die eerste? Is het de tweede? Is het de derde of is het de vierde? Ik dacht, ik wil gewoon even iets anders met foto's. Ja, de meesten hebben het goed. En het komt misschien ook door dat rode pijltje. Rotstraal is dus eigenlijk dat die straal hier ongezond is. Dat er komen scheurtjes in. Daar gaan bacteriën lekker in vroeten. Dat gaat dan ontsteken, kan pijn doen, gaat stinken. En dan moet je goed schoonhouden. En als je dat niet doet, dan kan er, dat klinkt niet leuk, maar straalkanker ontwikkelen. En dat is geen grap, dat is geen scheldwoord, dat is een feit. En dan ben je verder weg van huis. Hier hebben we het laatst trouwens ook nog met mijn hoefbekakkers over gehad. En Toka zegt, oh, leuke manier om over paarden te leren. Oh, en Flora vraagt maar, wat is bekappen? Bekappen is dus de hoeven bijwerken. Dus veilen, hier en daar een beetje knippen en met messen bij doen. Omdat hoeven blijven altijd doorgroeien. Zeker als ze niet genoeg bewegen. In het wild bewegen ze vaak genoeg. Hebben ze genoeg verschillende ondergronden. Bij ons niet. Daar, in het wild bekappen de hoeven zichzelf. En wij moeten onze gedomesticeerde paarden helpen. Ik vind het echt wel leuk om zoiets educatiefs te doen. Op een speelse manier. Maar hoeveel botten, ja, heeft zo'n hoef nou eigenlijk? Hoeveel zit er nou in? Geen? 1, 3 of 5? Ik ben heel benieuwd hoe je het weet. Oh, ik word echt zo enthousiast van deze quiz. Nou, oeh, ja, die zijn veel ingefopt hoor. Die zijn er veel ingefopt. Geen. Nou, maar dat klopt niet. In de hoef zitten eigenlijk officieel 2,5, 3 botten. Namelijk het hoefbeen. En dat hoefbeen, dat is dus een bot in de hoef, dat kan ook breken. En Nienke zegt kroonbeen en straalbeen. Ja, volgens mij inderdaad. Hoeveel spieren zitten in het onderste gedeelte van de benen? Ik ben zo benieuwd. Sorry, ik vond het zo leuk om deze quiz te maken. Nu ben ik zo blij dat ze hem doen. Zitten er geen spieren in? 2, 5 of 10? En ik zal me een beetje inhouden. Even serieus doen als een echte quizmaster. Oh. Ah, ja. Dit was ook een beetje een fopvraag. Er zitten helemaal geen spieren in de onderste gedeeltes van de benen. En daarom is dus dat hoefmechanisme zo belangrijk. Want er zitten geen spieren. Er is niks wat dat bloed weer omhoog trekt, die hele benen door. Dus het is superbelangrijk dat die hoeven juist kunnen uitzetten. En dat pompende beweging ding kunnen maken, het hoefmechanisme. Zodat je bloed- en lymfesysteem lekker door die onderste benen gaan. Maar er zitten dus geen spieren in de onderste. Ja, heel veel mensen zeggen, huh, wat? Huh? Hoeveel botten heeft een paard gemiddeld in zijn lichaam? Ik wist het zelf ook niet. Ik heb het gewoon even opgezocht. Dus als je dit fout hebt, schaam je niet. Ik wist het ook niet, maar ja, ik weet ook niet alles natuurlijk. Maar ik heb het zelf ook echt even moeten opzoeken. En ik weet hoeveel botten een mens heeft door deze vraag. Wow, maar echt de meesten hebben het gewoon goed ook. Een mens heeft 206 gemiddeld en een paard gemiddeld 205. Maar het verschilt ook nog een beetje per rassen. Nou, dan hebben jullie wel goed gegokt, sommigen. Echt goed. Oh, de volgende vraag alweer. Sorry, ik klikte opeens door. Ik zat niet. Hoeveel ribben heeft een paard? 12 ribben. 18 ribben. 24 ribben. Of 36 ribben. En dan bedoel ik ook echt elke kant. Hè? Het is niet 1. Het is. Snap je wat ik bedoel? Ja, en deze vraag heb ik heel vaak op horse event moeten beantwoorden met zo'n quiz. En ik had hem altijd goed. Omdat ik heel goed heb opgelet bij mijn zadelmaker als hij er was. En die zei altijd, ja, naar de 18e rib. Maar ja, ze hebben aan twee kanten ribben. En dan heb je 36 ribben. Dus ja, eigenlijk niet de meeste hebben het eigenlijk niet eens goed. Je hebt dus rassen die volgens mij meer of minder ribben hebben. Dat weet ik eventjes niet uit mijn hoofd. Maar volgens mij de Arabier of zo, zo'n ras. Hoeveel tanden heeft een paard? Nou, dit moest ik zelf ook opzoeken. Dit wist ik eigenlijk niet. Geen idee. En ik denk dat het ook een beetje per paard kan verschillen. Want je hebt ook mannelijke paarden, maar ook al vrouwelijke paarden met veel testosteron. Volgens mij, ik hoop dat dit feitje klopt, die ook van die hengstetanden kunnen krijgen. Die hebben dan vaak zo'n extra scherpe tand erbij. Oh, maar wow, de meeste hebben het fout. Ja. Nee, het is echt, het zijn er heel veel hoor.
Welke trainingsvorm gebruik je wanneer je een paard een koekje geeft na gewenst gedrag? We gaan dus een beetje van verzorging en dat soort dingen naar meer training. Is dat positieve bekrachtiging, ook wel R+ genoemd, negatieve bekrachtiging, ook wel R- genoemd, positieve straf, ook wel P+ genoemd, of negatieve straf, P-? Ja, wat is het nou? En de meesten hebben het goed. Het is inderdaad positieve bekrachtiging. En dat is vaak ook wel wat de meeste paarden het allerleukste vinden. Wat je misschien niet in elke situatie kan toepassen, maar wel wat altijd goed wordt ontvangen bij de paard. Oh, Joelle zegt, ik rij zelf op een manege en daar leer ik wel rijden, maar niks over welzijn. Door jou leer ik er zoveel van. Oh, dankjewel. Welke trainingsvorm gebruik je wanneer een paard iets doet en jij... Oh, het staat niet goed. Dat jij met een zweep slaat om het af te leren. Sorry, er staat smet, maar dat moet gewoon zonder S zijn. Is dat positieve bekrachtiging? Negatieve bekrachtiging? Positieve straf? Of negatieve straf? Oh, deze ging best snel. Maar heel veel mensen hebben het fout. Het is positieve straf. En je denkt, positieve straf, maar het is helemaal niet positief. Nou, het is een wetenschappelijke term. Het is net zoals dat je zegt, ik ben positief getest op een ziekte. Positief betekent, ja, je hebt iets toegevoegd. En je hebt dus een straf toegevoegd. En dat is dus dat meppen, wat heel vervelend is voor een paard. Het blijft wel erg hetzelfde. Maar Mere, dat is mijn verzorgster van Noora, die doet het wel goed hoor. Nienke, ja, beter dan de mijne. Ja, en Iris, hey! Welke trainingsvorm gebruik je wanneer je een paard negeert wanneer hij met zijn been begint te schrapen? Dat heb je natuurlijk liever niet, dat ze met hun been gaan schrapen. Maar ja, wat is dat dan als je die negeert? Het paard, is dat positieve bekrachtiging, negatieve bekrachtiging, positieve straf of negatieve straf? Het is geen negatieve bekrachtiging. Het leuke wat je weghaalt is de aandacht die je aan een paard geeft. Paarden houden heel erg van aandacht. En als je iets gaat doen wat jij niet wil, zoals schrapen, en je haalt dan die aandacht weg, dan kunnen ze denken, oh, maar als ik dus dit doe, dan gaat ze weg. Of gaat mijn eten weg, of iets anders wat ze leuk vinden gaat weg. Oh, dan misschien moet ik het niet meer doen. Dus dan ben je iets aan het afleren. Welke trainingsvorm gebruik je wanneer je een paard meeneemt door druk te zetten op het halster? Is dat positieve bekrachtiging, negatieve bekrachtiging, positieve straf of negatieve straf? Jullie moeten dit nu wel goed zeggen, want het is eigenlijk de enige die nog overblijft. Want ik dacht, ik ga het niet al te moeilijk voor jullie maken. Het is inderdaad negatieve bekrachtiging. Het is dat je eigenlijk iets negatiefs toevoegt en weghaalt wanneer paard het gewenste gedrag laat zien. Dus je wilt dat je paard meeloopt. Dus je vraagt hem mee, je zet druk op het hoofd. Dat is, nou ja, ligt ook een beetje aan hoe erg de druk is, maar is vervelend. En dan denkt het paard, nou, als ik meega wat ze wil, dan gaat die druk ervan af. En dat is dus negatieve bekrachtiging. Ja, Nienke zegt, als je het leerkwadrant niet snapt, dan heb je wel meteen veel fout. Klopt. Maar dit is wel een goede om te weten als je een eigen paard wil hebben of hebt. Het is wel goed dat je dit weet hoe dit werkt. Of sowieso als je paarden wilt trainen en rijden. Dan zou ik zeker wel hier meer over leren. Maar ik moet ook zeggen, toen ik 16 was, kende ik dit ook nog niet hoor. Dus ik snap ook wel dat 12-jarigen of jongeren dit allemaal nog veel te ingewikkeld is. En Nienke zegt het ook heel goed in de chat. Positief en negatief zegt niks over goed of fout. Enkel over toevoegen en weghalen. De meeste mensen gebruiken negatieve bekrachtiging. Want dat is, en ik ook denk ik hoor, voor een heel groot deel. Dus een benenhulp, dat is toch met dat halster je een paard meenemen. Een teugelhulp. Dit is gewoon een heel ingewikkeld onderdeel. En hier zijn de meningen ook altijd nog een beetje oververdeeld over deze trainingsmethodes, hoe het nou precies zit. Dus we gaan lekker door. Hoe strak moet de neusriem zitten? Nou, dit moet iedereen wel weten, toch? Er mag geen vinger onder kunnen. Er moet één vinger onder kunnen. Er moeten twee vingers onder kunnen. Of er moet een hand onder kunnen. Ja, en ik heb een tijdje geleden nog met een bitloos hoofdstelfitter een video gemaakt. En daarin kwam ook uit, er moeten echt twee vingers onder kunnen. Maar je moet oppassen bij een bitloos hoofdstel dat ze echt niet te los zitten, want dan gaat het misschien te veel schuiven. En je ziet helaas nog heel veel, zelfs bij de hoogste sportruiters, dat het vaak veel te strak wordt gedaan. En het kan tot hele erge dingen leiden. Maar niet bij ons, want de meesten hadden het goed. En dat is toppie. Dus gaan we meteen door. Wat zijn tekenen van ongemak bij het paard tijdens het trainen? Dus ook het rijden en zo. Er zijn dus meerdere antwoorden goed. Dit is ook wel moeilijk, want je weet niet hoeveel er goed zijn. Is het bokken, stijgeren, een blauwe tong, veel schuim uit de mond, geen schuim uit de mond of niet voorwaarts willen? Het is wel echt goed achtergrondmuziekje voor deze quiz hoor.
Ik vind het echt leuk van Kahoot. En wat is het? Ah, dit vind ik ook heel grappig om te zien, want het zijn ze dus allemaal. En ik kan er wel het een en ander over uitleggen. Nou, bokken, stijgeren, dus staken en ook het niet voorwaarts willen. Dat spreekt denk ik wel voor zich. Vaak is dat wel een uiting van ongemak, dat er iets niet lekker zit in het lichaam, dat jij niet duidelijk bent, de tuig niet lekker zit, noem maar op. Veel schuim uit de mond kan komen omdat dus die neusriem te strak zit. En dan kan het paard gewoon niet al dat schuim wat het wordt aangemaakt doorslikken. Maar ja, geen schuim uit de mond is eigenlijk ook lief niet wat je wil. Want als ze juist goed en ontspannen door het lichaam gaan lopen, gaan ze altijd wel een klein beetje schuim aanmaken. Maar je wilt, niet, je wilt gewoon dat het een beetje lippenstift is en niet dat het helemaal niet is. Een blauwe tong, oh, dat zie je ook heel vaak op het hoogste niveau. Ja, dat is gewoon heel zielig dat een tong van een paard hoort niet blauw te zijn. En ja, dat is vaak als die tong dan heel erg wordt afgeknepen door bijvoorbeeld bit. Boos en vragen over geen schuim en veel schuim. Ja, zoals ik zei, je wilt dus eigenlijk ertussenin. Dus eigenlijk liever niet helemaal geen schuim, maar ook liever niet dat het schuim eruit druipt. Als je dat ziet, als je ziet dat de benen helemaal onder zitten bij een paard, dat is ook niet goed. Dus als het echt zo eruit valt, je wilt gewoon een beetje lippenstift, dat is goed. Dus jullie zijn helemaal niet dom. Als je iets fout hebt, maakt helemaal niet uit. Weet je, er is nog zoveel om te leren. Ik moet ook nog zoveel leren. Dat is het leuke aan paarden. Je bent nooit uitgeleerd. Soms ook wel een beetje vermoeiend, maar... Wat zijn 3 tekenen van ontspanning tijdens het trainen? Een rustige staart. Een deukje voor de schoft. Oren die naar voren staan. Vaak mesten. En ontspannen onderhals. Of briesen. En je moet er dus 3 kiezen van de 6. Het is natuurlijk heel belangrijk om te kunnen herkennen wanneer een paard ontspannen of gespannen is. Want dan weet je of hij het goed of wat minder goed doet. En wie heeft het goed? Hé, jullie hebben het heel goed gedaan. Ja, het is inderdaad een rustige staart. Als die heel veel zwiept, kan dat ook ongemak betekenen. Een ontspannen onderhals. Je hebt ook liever dat hij lekker ontspannen is en lekker een beetje zo blubberig mee zwiept. En briesen, dat hebben de meesten eigenlijk wel goed. En oren die naar voren staan, duiden niet per se op ontspanning. Je hebt eigenlijk liever dat die oren gewoon een beetje zo op de omgeving letten en op jou letten. Dus eigenlijk juist een beetje meer naar achter staan. Als ze naar voren staan, dan luisteren ze naar daar en niet naar jou. Wat kan je beter niet doen tijdens het opstappen? Wat moet je dus niet doen tijdens het opstappen? Alleen, trouwens... Ik heb een foutje gemaakt, zie ik. Ik heb iets aangepast. Rechtsopstappen en linksopstappen heb ik alleen toegevoegd. Maar eigenlijk moet dat er niet bij staan. Je hebt ook nog in verschillende keren aansingelen. Naar boven kijken wanneer je opstapt. Met je hand en manen, met de andere hand de hokken aan het pakken. En je hebt dan het laatste antwoord. Sorry jongens, er zit een foutje van mij in. Het laatste antwoord is dus wat je niet moet doen. Want wel vaak wordt geleerd is dat je dan de voorkant en de achterkant van het zadel pakt. En dan trek je jezelf zo omhoog. Maar dan trek je heel dat zadel schuin. En belast je de rug van je paard heel erg. Je kan beter, zoals de lichtblauwe doen, is dat je je ene hand een beetje zo op de schoft manen legt. En dan de andere hand pakt bij de voorkant van het zadel. En zo daar dan al je gewicht een beetje op plaatst en zo je erop tilt. Ik heb hier een hele leuke video over gemaakt met Daniëlle Meiboom. Over hoe je goed kan opstappen. Wat moet je doen als jouw paard schrikt? Je paard uitschelden. De neus van je paard richting het gevaar houden. Je paard dwingen er naartoe te gaan. Doorgaan totdat hij niet meer bang is. Hoeveel punten heeft Nienke wel niet? En Nienke verdedigt zich. We doen het voor de lol, hè? Ja, het is blauw. De meningen zullen hierover verdeeld zijn. Maar je hebt liever dat je een paard gewoon rustig laat kijken naar wat hij eng vond. Van, hey, het is oké, kijk er maar wel naar. Neem het even in je op. En soms heb je, bijvoorbeeld als een paard de trailer eng vindt, dat het je niet gaat lukken om hem niet bang te maken die dag. Laat het dan ook lekker gaan en ga het een andere keer weer proberen. En neem kleine stapjes, beloon voor de kleinste dingetjes. Ga je paard niet meer dwingen en helemaal doorgaan. Totdat hij niet meer bang is, want dat gaat waarschijnlijk helemaal niet werken. Dan komt nu de bonusvraag. Deze telt 2 keer mee met punten, dus let goed op. Daar komt-ie! Bonusvraag. Wat is een feit? Dus geen fabel. Wat is een feit? Het doet een paard pijn wanneer je de straal in de hoef uitkrapt. Je moet altijd links opstijgen. Sporen zijn nodig bij paarden die niet goed op been reageren. Of een paard maakt zichzelf schoon met het rollen in zand. Ja, dit is de allerlaatste vraag. Wie heeft er zo meteen gewonnen? Ja. En wie heeft dit dan weer goed? Yay!
de meesten hebben het goed. En je zou misschien denken, hè? Maar met het rollen maak je zichzelf toch vies? Nou, met het rollen in lekker zand zorg ze juist voor dat, zeker als ze zich nog even daarna uitschudden, dat er wat vettige dingen uit hun vacht vallen en andere onnodige losse haren vallen eruit. En het is dus hun manier van een beetje schoon worden. Alleen ja, in sommige gevallen blijft ze toch nog wel een beetje vies, zeker als er modder is. En we kennen er allemaal eentje, Moos. Dus we gaan naar het scorebord, het definitieve scorebord van de grote paardenwelzijnsquiz van Hoefwijzer. Op derde, Mirre, mijn verzorgster voor Noora. Ah! En dan Julia, wat goed. En ja, dit hadden we niet zien aankomen natuurlijk. Nienke. Nou, applausje voor Nienke, Julia en Mirre. Supergoed. En dan heeft Nienke de mok gewonnen. Sorry, ik vind het echt heel grappig. Maar de rest heeft het ook allemaal heel goed gedaan. En ook jij, degene die nu kijkt op YouTube, maar dus ook mijn clubleden, hebt echt vet goed gedaan. En ik ben heel trots op jullie allemaal. En ben je het niet eens met mijn vragen en antwoorden? Comment het zeker even onder YouTube. Gaan we er nog even lekker op discussiëren. Maar ik heb echt geprobeerd om mijn best te doen om het qua informatie goed te hebben. Maar ja. Meningen kunnen soms een beetje verschillen. Vond je dit nou een leuke quiz? Ik heb er nog eentje gemaakt, maar die ging niet over paardenwelzijn, maar over Hoefwijzer. Over het afgelopen jaar, 2023. En wil jij jouw kennis daarover testen? Kijk dan zeker die video terug. Is ook een hele leuke video geworden. En ik weet dat de volgende Kahoot quiz eentje wordt. Die is gemaakt door mijn stalgenoten Nienke en Iris. En er zullen vast heel veel juicy vragen gesteld worden. Dus wil je erbij zijn, word dus lid van de club. En dan zie ik jullie de volgende keer weer.